bij deze data break. Zoals ik net al aangaf, we gaan het vandaag hebben over Big Data, de nieuwe Big Brother. En er worden per minuut wel 72 uur aan video's geüpload op YouTube. En ook op Instagram worden er per minuut wel 200.000 foto's gedeeld. Dat is natuurlijk ontzettend veel, en wat kunnen we eigenlijk al met deze informatie? We gaan het vandaag hebben over digitale goud, de olie van de 21ste eeuw, namelijk Big Data. En er zijn natuurlijk ontelbare mogelijkheden, maar ook heel veel risico's. Het wordt bij veel doeleinden gebruikt, onder andere bij de presidentsverkiezingen in Amerika, zoals jullie allemaal waarschijnlijk gehoord hebben, heeft Trump gewonnen. Trump was zelf geen voorstander van Big Data, hij heeft het niet gebruikt, zegt hij. Daar gaan we het vandaag ook over hebben. En zelfs hier op het Science Park, ongeveer 80% van de Nederlanders heeft een smartphone. En met een smartphone kan het wifi-kanaal met alle wifi-punten verbinding maken. En daarmee kun je zo een pad volgen van iemand. Wat kunnen we nou allemaal met deze informatie? Er zijn ook grote bedrijven die toch tegen de grote data zijn. Namelijk WhatsApp. Die heeft een end-to-end encryptie ingebouwd. En ook Apple, die zegt dat hij niet zijn telefoon van de terroristen wil ontgrendelen. En waarom zijn zij hier eigenlijk tegen? We willen eigenlijk even beginnen met een publieksvraag voordat ik de sprekers introduceer. We willen namelijk van jullie weten, we hebben vooral de mensen vooraan hebben jullie stemkaarten gekregen, groen en rood. De mensen achterin die geen stemkaart hebben, die mogen hun hand opsteken als ze het mee eens zijn. Onze eerste vraag is, Big Data is de toekomst. Als je het ermee eens bent, steek even een groen kaartje op. Of je hand omhoog. En ook de sprekers, jullie hebben een kaartje gekregen. Misschien dit hier ook. Is er niemand die vindt dat Big Data niet de toekomst is? Een aantal rode kaartjes. Steek vooral die rode kaartje op als je vindt dat het niet zo is. Oké. Nou, dat is een bijzondere verdeling. Wat ik nog wil zeggen is, je ziet twee sprekers zitten. We hebben normaal gesproken drie sprekers. Helaas is een van de sprekers vroeger opgenomen in het ziekenhuis, dus die kan er niet bij zijn. En daarom is een speciale taak voor jullie en het publiek om extra veel vragen te stellen. Als jullie een vraag hebben, mag je hem hier bij ons komen stellen. Loop vooral naar voren. Als je heel erg in het midden zit, steek even je hand op. Dan komen we met de microfoon naar je toe. Dan gaan we beginnen met de sprekers. Max, u bent professor machine learning hier aan de UvA. En we gaan het vandaag hebben over Big Data. En dat is een moeilijk te definiëren onderwerp. Zou u hier toch een definitie van kunnen geven? Mocht dit... Over Big Data of machine learning? Over Big Data. Oké, ik ben trouwens een je en niet een u. Nou ja, Big Data, ja, dat is een enorm brede term die te pas en te onpas gebruikt wordt. Het is eigenlijk, wij gebruiken liever de term data science, dat wil zeggen alle zeg maar disciplines die zich bezighouden met het verzamelen van data, het opslaan van data, het transporteren van data en het analyseren van data. En dat overstijgt zelfs disciplines. Het is niet alleen maar computer science, het is ook wiskunde, het is ook economie en econometrie. Dus het is eigenlijk een heel groot containerbegrip waar heel veel in past. Nou zijn er binnen, zeg maar, binnen al die disciplines die iets met big data doen, zijn er dan ook disciplines die die data analyseren. En machine learning is één van die disciplines die data analyseert. Je hebt natuurlijk ook wiskunde en economie die analyseren ook, maar binnen machine learning proberen we te leren van data om algoritmen te bouwen die slim worden. Dus je wil zeggen, ik heb een hele grote bak met foto's en ik wil graag een algoritme leren te herkennen dat er mensen ergens op die foto staan. Dan kan je een algoritme maken waarbij je de data zegt van hier is een mens. Dat het algoritme gaat leren om automatisch in foto's mensen te gaan herkennen. U bent naast wat leraar uit zijn ook directeur van het Instituut voor Informatica, waar Max ook een onderwerp uit en bij ons kort vertellen waar het zit voornamelijk in deze kwestie. Kan ik dat? Hij houdt een heleboel
Dus wat Max noemt, dus data science is een heel belangrijk onderwerp. Dus dat is de kant waar we echt aan de analyse kant zitten. Of het wel beelden, teksten, computer, machine leren. Dat is de ene tak. We hebben naast een hele sterke poot in de systemen. Die snelle netwerken. Ja, oké. Snelle netwerken. In staat zijn om heel snel met dingen te kunnen rekenen. We hebben een groep die zich heel sterk bezighoudt met computational science. Dus je zou kunnen zeggen de data science, maar dan voor wetenschappelijke problemen, minder dan voor toepassingen zoals in het data science gesproken spelen. Dat zijn ook de grote thema's die we in ons voorstellen. Oké, bedankt. Onze derde spreker was Lucas Marjan. Zij is privacy- en techniekfilosoof. Zij kan er dus helaas niet bij zijn persoonlijke redenen. Zij zou dus in principe de privacy-kant vertegenwoordigen. Wat zij eigenlijk normaal gesproken doet, is zij kijkt naar datasets van sociologen en psychologen. En zij kijkt hoe die data dan verzameld worden en ze kijkt hoe die geanalyseerd worden. En daarvoor gaat zij kritisch over reflecteren en filosoferen of dat dan op een goede manier gebeurt en of het ook beter kan. Dat is ongeveer wat zij doet. We hebben een aantal quotes van haar toch nog verwerkt in de Bantamweek van vandaag, omdat ze er niet bij is. Dus jullie horen haar waarschijnlijk in wel een paar keer terugkomen vandaag, maar ze is dus helaas niet aanwezig. Ja. We willen het vandaag eerst hebben over de mogelijke privacygevoelige informatie die in data verborgen zit. En we gaan even beginnen met de introductievraag. Aan de left en rood, maar je kan ook van je hand opsteken. Maar wie van jullie zou bereid zijn om zijn data beschikbaar te stellen om terrorisme te kunnen bestrijden? Maar groen is dat je wel je data beschikbaar zou moeten hebben. En als je het rood vindt, mag je hem ook nog als je ermee oneens bent. Data? Je persoonlijke gegevens. Dus de data die nu bijvoorbeeld door de IVD wordt gebruikt om terrorisme te bestrijden. Berichten, dingen, foto's, hashtags. Nog één keer goed even het kaartje omhoog. Zijn er mensen die rood stemmen en mensen die groen stemmen? Ik zie best wel een gemêleerd beeld van de sprekers. Wat stemmen jullie? Ik heb groen. Groen. Dan een tweede vraag. Zouden jullie nog steeds groen stemmen eigenlijk als Trump jullie gegevens gebruikt om terrorisme te bestrijden? Tel tot drie en mogen jullie weer stemmen. Dus als Trump jullie gegevens gebruikt, wat is dan je mening, rood of groen? Als hij persoonlijk gaat gebruiken. Dan zou je dus niet meer je data beschikbaar stellen om terrorisme te bestrijden. Dan ben ik wel een beetje benieuwd wat Trump precies. Er zijn natuurlijk wel veel onderscheid tussen Trump en de IVD, maar je weet nooit wie er over een paar jaar op het hoofd van de IVD staat. Kan ik jullie vragen het onderscheid het antwoord van de vraag toe te richten? Dus je moet vertrouwen hebben in de instituten die met jouw data omgaan. Daar moet wetgeving in zitten die heel duidelijk bepaalt wat wel niet mag in dit geval de terroristische context. Dat vertrouwen zou ik op dit moment in Trump niet hebben. Misschien dat hij dat uiteindelijk wel waarmaakt. In Nederland heb ik dat vertrouwen wel. Ja, ik ben het daar wel mee eens. Ik denk dat je, zeg maar, het delen van gegevens is natuurlijk, heeft ook een gevaarlijke kant. Dat staat buiten kijf. Dus het is altijd een afweging tussen aan de ene kant veiligheid en aan de andere kant privacy. In Turkije op dit moment zou ik het ook niet doen, want ik weet dat daar instituten zijn die dat kunnen misbruiken, of misschien al misbruiken. Dus alleen onder de voorwaarde dat er goede regelgeving omheen is gebouwd, dat er bepaalde transparantie is. En alleen onder dat vertrouwen zou ik dit nou doen. Is dit wel het probleem dat als je één keer je gegevens allemaal geleverd hebt en het politieke systeem verandert echt, dat je dan die gegevens die kun je ook niet zomaar wissen. Dus daar zit wel een dingetje. Dat is inderdaad een heel belangrijk punt. Ik wil graag met jullie een quote delen van Edward Snowden. Hij stelt: privacy niet belangrijk vinden omdat je niets te verbergen hebt, is hetzelfde als niet geven op vrijheid van meningsuiting omdat je niks te zeggen hebt.
Ik vond het zelf best wel een interessante quote. Want een veel groot argument in deze discussie is, in de privacy-discussie is, ik heb toch niks meer te werken. Voor de mensen die ons op Facebook volgen, hebben we daar een poll gemaakt. En daar zijn we ook op gestemd door een aantal mensen. En daar was ook een argument, ik heb niks te verwerken, dus jullie mogen mijn data gebruiken. Maar Marcel, wat kunnen we eigenlijk allemaal met deze data die we verzamelen? Wat zijn nog dingen? Kun je daar iets over vertellen? Ja. Dus als je veel data hebt, en ook data uit verschillende bronnen, dan kan je een heleboel informatie over een persoon vinden. Je kan daar alle soorten profielen over vinden. Je kan mensen hun voorkeuren bepalen. En als je dat in de statistieken meeneemt, kan je ook een heel goed idee krijgen wat voor actie mensen zouden gaan doen. Wat voor slechte of goede dingen mensen zouden doen. Daarom is, wat Max zegt, die regelgeving heel belangrijk, dat je weet waar je data voor gebruikt wordt en hoe lang het daar blijft, hoe lang je daar zelf recht op hebt, onder andere, dat soort elementen die je nodig hebt. Zonder dat kan je er heel veel uithalen wat je niet aan iedereen zou willen geven. Ja, Max, wil je even? Nou, ik kan misschien één anekdote vertellen, dat is wel aardig. Ik was aan het winkelen, doe ik niet zo heel vaak, maar ik was aan het winkelen en ik was op zoek naar een nieuwe bril. Die heb ik gevonden, maar uiteindelijk liep ik toch de schoenenzaak in. Dat was ik helemaal niet van plan. En ik had op mijn iPhone bij me, maar die had ik zelfs de GPS had ik uitgezet op Facebook. Dus de Facebook GPS stond uit. En wat gebeurde er de dag erna, of de week erna, werd ik gebombardeerd met reclames van schoenen die ik anders nooit krijg. Dus dat heeft me wel aan het denken gezet en ik heb ook gezegd wat over wat inlichting ingewonnen. Op de een of andere manier is die informatie dat ik schoenen ben gaan kopen en in die winkel ben geweest toch bij Facebook terechtgekomen. En eigenlijk zonder dat ik het zelf wist en wilde. Dus dat vind ik toch wel vrij ver gaan. En dan blijkt het zo te zijn dat waarschijnlijk een andere app heeft aangestaan waar die GPS wel werkte en die data die wordt onderling allemaal uitgewisseld. Dus dat vind ik dan vrij ver gaan. Dus je kunt mensen hun, zeg maar, precies weten waar ze zijn geweest. Dus je kan, de meeste mensen worden gewoon getrackt, waar ben je, welke winkel ben je geweest. En dat betekent dus ook dat mensen eigenlijk weten wat je de hele dag zo al niet doet. Nou, dat gaat vrij ver, denk ik. Vindt u dit dan schending van uw privacy? Ik vind eigenlijk waar het probleem zit natuurlijk, is dat ik doe het in principe zelf, want ik neem die telefoon mee. Maar ik vind dat dat niet transparant is. Dus het is mij, zelfs als ik mijn GPS uitzet, dan blijkbaar gaat het toch nog mis. Dus eigenlijk wat we nodig hebben is transparantere, of eigenlijk meer conservatieve, zeg maar, privacy. Ja, zeg je dat? Dus als ik op een Facebook aanklik dat ik het eens ben met de regels, dan wil ik eigenlijk dat standaard de privacy gegarandeerd is. En kan ik die zelf aanzetten als ik zou willen. Maar nu is het zo dat standaard, dat je vreselijk goed moet uitkijken, wil je niet getrackt worden, wil die data niet overal naartoe gaan. Ik denk dat dat eigenlijk omgedraaid moet worden. Ja, want als ik goed begrijp, heeft u zelf Facebook? Ja, zeker. En heeft u daar de datavoorwaarden goed van gelezen? Nee, net zoals iedereen heb ik die voorwaarden niet goed gelezen. Ik wil daar nog wel één andere quote aan toevoegen, die ik ooit hoorde. Als je voor een app niet betaalt, dan ben jij het product. En dat is denk ik wel wat iedereen op dit moment doet. Iedereen vindt het heel normaal om Facebook te gebruiken. Ik gebruik het zelf ook. En ik gebruik ook een heleboel andere apps. Ik betaal voor geen enkele app. Dus er is een reden dat zij dat doen. En daarom zijn juist die voorwaarden ontzettend belangrijk in deze regelgeving. Max, vind je dat er dus nu op een verantwoorde manier omgegaan wordt met de data die verzameld wordt? Want het wordt in principe dus nu gebruikt om u te trekken en te volgen, maar niet per definitie voor onderzoek. Maakt dat nog uit, gevoelsmatig? Dat het gebruikt wordt om te trekken of voor echt voor wetenschappelijk onderzoek? Ja, dat maakt heel veel uit, denk ik. Bijvoorbeeld als mijn medische data gebruikt wordt om een onderzoek te starten naar betere diagnose maken of betere behandelmethoden, dan ben ik graag bereid eraan mee te doen. Maar als mijn data gebruikt wordt om de verzekeringspremie aan te passen, omdat er gezien wordt in mijn
profiel op mijn DNA dat ik een grote kans krijg om een of andere ziekte te krijgen later, dan zou ik het liever niet willen. Dan zou ik liever dat privé houden, die informatie. Dus er zit wel een groot. Het probleem is, je moet eigenlijk precies weten waar je data voor beschikbaar stelt. En dat is nu helemaal niet transparant. Dat zou moeten veranderen. Ik zou eigenlijk kunnen zeggen, er moet een soort een uitwisseling ontstaan waarbij je echt expliciet maakt, als ik mijn data beschikbaar stel, dan mag ik deze service gebruiken. Of als ik deze data beschikbaar stel, dan wil ik ervoor betaald worden. Whatever. He, maar er moet een duidelijke uitwisseling zijn, die is nu niet transparant. Oké. We hebben een publieksvraag. Hey. Je zegt dat het transparanter moet worden en duidelijker, maar wordt er niet voor veel te veel dingen gebruikt om überhaupt duidelijk over de kunnen zijn? Nou, ja, dat weet ik niet. Dit wordt waarschijnlijk voor veel te veel dingen gebruikt, dat ben ik met je eens. En dat heeft vooral te maken natuurlijk dat het onderling wordt doorverkocht. Dus als een bedrijf jouw data heeft, dan kan het weer worden doorverkocht naar andere bedrijven. En zo zinkt dat rond. Maar daar moet je eigenlijk paal en perk aan stellen. Je moet zeggen, ik geef permissie voor dit doeleinde, hè, dus misschien tegen Facebook, oké, je mag mijn data gebruiken om mijn profiel te verbeteren, maar niet die data ook weer aan een derde partij of voor andere doeleinden gebruiken. En dan is het duidelijk zeg maar, wat de interactie, wat de uitwisseling is tussen de service die ik ontvang en die ik fijn vind, en wat zij vervolgens met die data doen, namelijk geld maken, omdat ze mij dan beter advertenties kunnen serveren. Nou klik ik nooit op een advertentie, maar goed, in principe zou dat dus kunnen. Maar ik denk dat een van de grote problemen is dat we bijna altijd kijken naar wat is de data die we nu gebruiken. En dat juist als we die data gaan combineren, je dingen kan vinden die je anders niet zou weten. En dat maakt het voor iedereen denk ik heel moeilijk om in te schatten wat betekent het nu als mensen mijn data gebruiken. Het juist de combinatie, het doorverkopen aan andere instituten en in staat zijn om dan nieuwe analyses te doen, nieuwe relaties te gaan vinden. Daar komen patronen uit die misschien minder gunstig zijn dan je had gedacht. Of tenminste informatie die je misschien niet had willen geven. Oké, het zijn interessante onderwerpen. Ik zie een vraag in het publiek. Wil je hier komen? Mag je opstaan? Ja, dat is een heel moeilijk probleem, omdat namelijk alle regelgeving intern geregeld, nationaal geregeld is. En dat was voor de tijd van het internet, eigenlijk hebben de nationale grenzen bij het internet helemaal geregeld wat betekenis. Men probeert dat de Europese schaal wel een beetje op te lossen en probeert daar wel algemeen regels voor te vinden. Maar er zijn grote vragen, inderdaad, ik heb het ook al genoemd, maar grote vragen of Amerika de persoon moet gebruiken. En ook voor onze data is het een data. Onze data op Facebook. Dus ja, iedereen, blijf even zeggen dat niet alleen dat ze weten. Ik blijf, ja, ik wil dit weten. Die regelgeving over de verschillende nationaliteiten heen, of verschillende landen heen, dat is heel erg moeilijk. En daar is nog geen oplossing voor. Dat zal even duren. Er is volgens mij wel een soort van, men probeert het volgens mij wel tot op zekere hoogte. Dus als er Europese regelgeving is, dan moeten Amerikaanse bedrijven zich aan Europese regelgeving houden. Dus dat betekent dus dat als een Facebook niet data uit Nederland zeg maar van alles mee mag doen. Maar dan moeten ze dat in Europa opslaan en zich aan de Europese regelgeving houden. Dus het kan volgens mij wel, maar het is wel lastig, dat klopt. Zeker wie de controleert dat dan op de internationale ambtenaar kan doen. Wie reguleert het? Ja, wie controleert dat zo'n waar de data staat, wie controleert dat? En dat is dan eigenlijk mogelijk. Je weet dat de data op neer op een Europese server staat of op een Amerikaanse server. Dus nu wordt bij een beetje te cloud. Nou, daarom zijn op dit moment, wordt daar regelgeving, wordt daar afspraken over gemaakt. Wat als in Amerika staat, wat Max net zegt, als in Amerika staat wat de regels zijn die hier gelden en over en weer. Dus dat zijn wel dingen die geregeld worden. Als dingen in Amerika staan, wil je zeker weten, als het er niet voor is,
dat ze dat er niet bij kunnen en die dingen kunnen gaan doen die jij niet van tevoren toestemming hebt gegeven. Ja, bedankt voor de vraag. Ik wil hier graag even op inhaken ook. Marcel, in het voorgesprek vertelde jij dat je gebruik maakt van Instagram data die gewoon openbaar beschikbaar is. Zelf was ik daar best wel verbaasd over dat mijn data daarvoor gebruikt wordt, want ik wist dat niet. Nou ben ik ook niet iemand die elke voorwaarde iemand doorspit. Kan jij misschien vertellen wat je precies het doel is met deze Instagram data? Ja, dit is wat ik doe in mijn werk in samenwerking met de Amsterdam Business School. Daar kijken we naar marketinggerelateerde parameters van producten. Die producten bekijken wij op foto's en teksten in internet. Daar gebruiken wij niet de persoonlijke gegevens. Dus we kijken op geen enkele manier wat individuen aan het doen zijn. Wij kijken naar statistieken, geaggregeerde informatie over alle Instagram data die wij hebben gecrawled. En dan praat je hier over iets van 1 miljoen beelden en bijbehorende teksten. Oké, dus het is niet terug te leiden naar 1 persoon in principe? Nee, de resultaten zijn niet terug te leiden tot individuele persoon. De data is uiteraard wel gebaseerd op individuele persoon. Maar dat alle data staat op Instagram voor iedereen beschikbaar. Stond beschikbaar, niet meer. Ja. Want dat is vaak een veel voorkomend ding in het privacy debat. Maar het herleiden inderdaad tot een individu. Vooral met de mogelijkheden die tegenwoordig verschillende datasets stimuleren, waardoor je best wel een gedetailleerde profielset kan maken. Wil ik eigenlijk aan Max vragen of jij ons kan uitleggen wat de risico's zijn van het herleiden van data tot een individu? De risico's, ja, dat zijn natuurlijk gewoon de risico's die we allemaal kennen. Als je in Turkije woont en op de een of andere manier wordt achterhaalt dat je een aanhanger van Gulen bent, dan kan je in de gevangenis terechtkomen. Of de verzekeringsmaatschappij vindt uit dat je een verhoogde kans op kanker hebt in de toekomst, dan kan je verzekeringspremie omhoog gaan. Het zijn allemaal ongewenste dingen die bedrijven en overheden kunnen afleiden. Maar ik denk ook dat je wel degelijk die analyses kan beschermen tegen dit soort dat je uit individuele datasets die informatie kan halen. Zoals Marcel zei, dat kan je doen door te aggregeren, maar er zijn ook nog veel geavanceerdere technologieën om dat te doen. Dus bijvoorbeeld om de data een beetje op te ruizen, om er een beetje random informatie aan toe te voegen. Net genoeg om ervoor te zorgen dat zelfs als je een andere dataset hebt en die zet je er tegenaan, dat je dan toch niet extra veel, dat je niet veel extra kan leren van de dataset waar je naar kijkt. Dus er zijn heel wiskundige modellen voor die dat heel goed kunnen dicht timmeren, maar die worden nog niet op grote schaal gebruikt. Juist, want dat is, u bent betrokken bij Community, ik weet niet of u het goed zegt, bij Responsible Data Science, .org. Ja. Die houdt zich hiermee bezig. Nou, dat is één van de onderwerpen. Eigenlijk Responsible Data Science, dat is een groep van universiteiten. En onderzoekers in de universiteiten die de negatieve effecten van data science goed in beeld willen brengen en daar technieken, technologieën te ontwikkelen die dat voorkomen. Bijvoorbeeld privacy is er één van, maar een andere bekende is bijvoorbeeld transparantie. Dat je wil, en daar is trouwens ook EU-wetgeving voor in de maak, of die is er al. Dat je dus, als je een algoritme hebt wat een, voorspeld of dat je als je uit de gevangenis komt, die worden in Amerika ook echt gebruikt, dat je dan vervolgens weer criminele activiteiten gaat ontwikkelen, dus dat je in de gevangenis moet blijven. Dat wordt door een algoritme berekend. Maar dat algoritme is een zwarte doos, dus daar komt iets uit en dan moet je er maar mee leven. Dus in Europa is de wetgeving dat als een algoritme iets over jou beslist, dat het dan altijd zichzelf moet kunnen uitleggen. En er zijn nog een aantal andere dingen, bijvoorbeeld dat je niet wil dat er bepaalde bias ontstaat ten opzichte van bepaalde bevolkingsgroepen. Dus je wil niet dat mensen in achterstands, minorities, dat die minder kans krijgen bijvoorbeeld om op een universiteit te worden aangenomen of in bepaalde banen. En dat gebeurt natuurlijk onbewust bij mensen al wel, dus die bias zit er bij mensen ook in. Maar je kan het ook sluitenderwijze in algoritmes krijgen die dan ook dat soort biases ontwikkelen.
Maar het mooie is dat bij een algoritme kan je, als je het één keer hebt geïdentificeerd, kan je het er ook echt uithalen. Dus je kan ervoor zorgen dat je zeker weet dat huidskleur niks uitmaakt voor je kans om te worden aangenomen op universiteit of zoiets. Oké. We hadden inderdaad dus een privacy video die niet aanwezig kunnen zijn, maar we hebben wel een quote van haar. En die ga ik even voorlezen. In een artikel van de Volkskrant zegt zij namelijk dat er een vals dilemma ontstaat. Omdat privacy vaak lijnrecht tegenover veiligheid gesteld wordt. Zijn jullie het daarmee eens of oneens? Marcel, kan je daarop reageren? Dus privacy wordt lijnrecht tegenover veiligheid geplaatst. Dat vindt zij een vals dilemma. Nu kan ze helaas niet zelf beter uitleggen, want ze zit er dus. Maar ik wil toch graag weten wat jullie ervan vinden. Ja, ik vind het een beetje moeilijk om de quote te interpreteren. Want of privacy en veiligheid nou heel ver uit elkaar moet zetten. Ik denk dat er gevallen zijn waar je informatie van criminelen nodig zal hebben om dingen te kunnen doen. Je kan geen terrorismebestrijding proberen te doen of proberen te voorkomen. Als je niet AIVD-achtige technieken inzet, dan ben je mogelijk een stuk van je privacy kwijt. Het is niet zo dat je geheel, dat je alles kan zeggen van als we het willen doen, dan moeten we alle privacy opgeven die je maar hebt. Dus ik weet niet of het lijnrecht tegenover elkaar staat, maar ik denk wel dat er een stukje privacy moet worden opgegeven, wil je specifieke criminele activiteiten, terroristische activiteiten kunnen identificeren. Ja, wat zij zegt onder andere, als de overheid precies van je kan weten op wie je stemt, welke medicijn je slikt, hoe je eruit ziet en welke site je bezoekt, dat juist niet bijdraagt aan de veiligheid. Zijn jullie het daarmee eens? Max, kan ik jou zeggen? Nou, er zijn zeker dingen die niet nuttig zijn om de veiligheid te bevorderen, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus je kan zeggen, je hoeft zeker niet het vangnet helemaal op te halen om toch terrorisme te bestrijden of de veiligheid te verbeteren. Daar ben ik het zeker mee eens, ja. Maar er is wel een interactie. Er is een interactie, want je kan het niet helemaal zonder doen. Daar ben ik het met Marcel helemaal eens. Dus, een ander goed voorbeeld is, je kan kijken naar metadata. Dus je kan proberen netwerken te creëren, dus wie telefoneert met wie. En daar kan je al heel veel informatie uithalen. Zonder dat je iemand zijn e-mail hoeft te lezen of zonder dat je iemand zijn telefoongesprek afleest. Dus je kan het met misschien niet zo op een heel gedetailleerd niveau te kijken, kan je toch een heleboel doen. Misschien dat ze dat bedoelen, dat weet ik niet. Ja, dus wat ik me even afvraag als ik de quote hoor, zoals ik net ook uitleg, in hoeverre zij ziet dat als je dat doet, dat het juist de veiligheid tegen zal gaan. Want dat lijkt een beetje wat je net leest. Dat als die informatie beschikbaar is, dat je het minder veilig wordt, dat kan als het gewone publiek inderdaad weet op welke dagen jij niet thuis bent, wat jouw activiteiten zijn, dus dat ze kunnen inbreken of andere activiteiten kunnen doen. Ik denk op zich, de meeste informatie die we net hoorden, zijn geen direct gevaar voor de veiligheid van Nederland. Ja, ik denk inderdaad dat zij er niet, maar ook voor mijn aanspreker. Ik bedoelde ook dat een inbreuk op je privacy eigenlijk ook een inbreuk op je veiligheid is. En dat is inderdaad wanneer een inbreker weet wanneer je wel niet thuis bent, maar zij is ook wel niet daar ook op het moment van de uitdeling voor de overheid. Marcel, we hebben het over een onderzoek naar terrorisme. Dat gaat niet aan de hand van open data zoals op Instagram, maar daar is wel data voor die tussen de kant heb ik gegeven. Kan je daar meer over uitleggen hoe je dat onderzoek doet en hoe je bijvoorbeeld een terrorist kunt filteren uit al die data? Oké, dit maakt het niet helemaal correct in de zin van dat wij niet zelf met data werken die niet open zou zijn. Dus ook wat wij aan onderzoek doen in samenwerking met social scientists in Dublin is kijken naar fora op het internet die wel publiek beschikbaar zijn om te kijken of je daar signalen kan vinden van mensen die radicaliseren. En ook daar gaat het niet om individuen, maar op
organisatieniveau, dus of je daar statistieken voor kan vinden, wat signalen afgeeft die bijvoorbeeld de politie of een IVD kan gebruiken. En daar, bij hun ligt uiteindelijk de vraag van wat ermee te doen. Als wij zelf werken met data die niet publiek beschikbaar is, dan is dat meestal in samenwerking met de politie of met forensisch instituut. En dan is het eigenlijk alleen op het moment dat er al een zaak is, dat er forensisch bewijs gevonden moet worden of er signalen zijn van terroristische activiteit of je inderdaad WhatsApp-berichten kan begrijpen of je wat er op een harde schijf gevonden wordt of je daar iets op kan doen. Afgelopen 20 jaar enorm een poging genomen van hoeveel data wordt verzameld en hoeveel wordt gebruikt. En in die zin is het heel erg geïnteresseerd in onze samenleving. Dat is geen probleem, zolang wij vertrouwen hebben in onze instituties. Als kanttekening wordt geplaatst, wat als er een abrupte verandering is in politieke klimaat. Dan wil ik ook doorgaan met vragen van wat als die verandering van buitenaf komt. En hoe veilig is onze data voor bedreigingen van buitenaf? En hoe moeilijk is het momenteel om deze data te stelen? Dan zou je eigenlijk met iemand moeten praten die echt in de security zit, en daar zijn we allebei denk ik niet. Nou praat ik wel eens met iemand en als ik die zegt dat het niet zo heel veilig is. Met andere woorden, dat het is echt heel makkelijk om in systemen te hacken en om data te stelen. Dus daar hoef je niet een genie voor te zijn, dat is vrij makkelijk. Er zijn eigenlijk misschien maar echt een klein aantal bedrijven of organisaties die hun data echt goed beveiligd hebben. Maar dan heb je nog altijd te maken met mensen. Mensen die moeten inloggen op die systemen en mensen die fouten maken. En dus ik ben daar niet heel super optimistisch over dat je dat eigenlijk echt goed kan afschermen, altijd. Dankjewel. Ik denk dat het heel waar is en heel moeilijk is. In zekere zin is de link met de politie daar ook geldt een beetje hetzelfde. Wat de politie altijd, de gesprekken die ik met hem had, heel vaak zeggen van een crimineel hoeft maar één manier te vinden om ergens binnen te komen. Dat geldt ook voor cybercriminelen. De politie moet, en het bedrijf moeten alle gaten die er mogelijk zijn af proberen te dekken. Dus in die zin is het voor de crimineel altijd veel makkelijker om in te breken en dingen te doen dan voor de politie of voor een bedrijf om dat tegen te gaan. Maar er gebeurt uiteraard, er wordt heel veel onderzoek gedaan naar hoe dit te verbeteren. En dat hopelijk gaat het op een gegeven moment in gelijke tred lopen met wat de criminelen doen of wat bedrijven doen die proberen bij data te komen die ze eigenlijk niet mogen gebruiken. Dankjewel. Dit is een mooi brugje naar het volgende onderwerp waar ik ook naar wil hebben, namelijk hoe we onze data kunnen beschermen. En daarbij hebben we natuurlijk een boek staan. De vraag die vaak opkomt, zeg maar, er zijn bijvoorbeeld nieuwe cookie-wetgeving, iedereen accepteert hem overal, niemand is zich echt bewust van wat erin staat. Je klikt hem gewoon door, je Facebook, het zijn allemaal, we stemmen allemaal in eigenlijk wat afgeven van onze privacy, maar we hebben ook niet heel veel keus. Dus de publieksvraag is, wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor onze privacy? Zijn wij dat zelf of is dat onze overheid? En dan mag iedereen zijn hand opsteken die vindt dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn privacy? En wie vindt dat onze overheid verantwoordelijk is voor onze privacy? Het is vrij verdeeld. Jullie mogen ook stemmen? Nee, allebei is beter antwoord. Ja, de waarheid ligt altijd in het midden. Maar het is natuurlijk wel de vraag waar je begint met waarvoor je stemmen. Dus jullie kiezen voor beide kaartjes? Ja. En als je een keuze moet maken, dilemma woensdag? Vergeet op eerder gesprek, ik denk dat het uiteindelijk bij jezelf moet liggen. Want de overheid kan veranderen, jij kan niet zelf veranderen, maar zelf verander je als goed niet. Maar het is een samenwerking tussen deze twee dingen. Het is niet dat als je dat overheid alle regels kan geven, dat het dan goed gaat. Men blijft, ook al maak je regels van. Je moet instemmen met wat u doet, klik hier, en ook heb je het helemaal gelezen en alles gedaan.
dan nog ben je uiteindelijk zelf verantwoordelijk om te kijken of het echt goed gaat. En dat kan niet een overheid alleen doen. Andersom, als een overheid niet reguleert wat bedrijven mogen en wanneer ze dingen wel of niet mogen doorgeven, dat lukt ook niet. Dus ik geloof niet dat je één van de twee als antwoord kan geven. Ik zou misschien met een voorbeeld kunnen verduidelijken. In Eindhoven bouwen ze volgens mij lantaarnpalen waar camera's inhangen, microfoons inhangen, sniffers inhangen. En als je dus een hele stad volzet met allemaal van dat soort lantaarnpalen, dan heb je eigenlijk niet zoveel keus. Je wordt gewoon gemonitord. En dan kan ik wel zeggen, dat is mijn eigen verantwoordelijkheid, maar dat betekent dat ik niet in die stad kan gaan wonen. En dat gaat natuurlijk vrij ver. Dus in die zin vind ik dat de overheid moet zeggen, zich ermee moet bemoeien en zeggen, nou dit gaat te ver. Of dit mag er gedaan worden met deze data en alle data moet binnen een week weer gedelete worden of zoiets. Ja, dat ben ik heel mee eens. Maar ook even vanuit de andere kant, hoe makkelijk wij vaak dingen accepteren. Ik denk dat een heleboel mensen op hun smartphone een appje hebben waarmee je hem als zakmetalen kan gebruiken. De eerste versies die we hadden, die wilden weten wat jouw contactlijst was, die wilden weten wat al jouw foto's die je maakte, moesten ze weten. Alle informatie waarvan je misschien zegt van heb ik je nou echt nodig als ik een zakmetalen nodig heb. Dan hebben zij dat nodig om dat te doen. En toch heeft iedereen die app geïnstalleerd. Dus het is ook een verantwoordelijkheid die wij zelf hebben. Nou, ik vraag me eigenlijk af of het niet ook de verantwoordelijkheid is van de bedrijven. En degene die de apps maken. In principe zou dat betekenen als ik zelf verantwoordelijk zou zijn. Dat ik nooit meer iets op Facebook kan delen waarvan ik niet wil dat het gebruikt wordt. Terwijl in principe op Facebook heb ik mijn vrienden. De mensen met wie ik het iets wil delen. Dus ik vind het eigenlijk ook wel in principe dat daar iets bij de bedrijven ligt. Zijn jullie het daarmee eens? En denken jullie dat het ook nodig is voor bedrijven om daar iets in te doen? Of zijn bedrijven heel erg op de marketing en iets maken dat het niet mogelijk is? Ja, bedrijven waar was niet een optie hebben, wat de overheid en de bedrijf misschien ook, maar ik vind dat er een hele grote verantwoordelijkheid bij bedrijven. Het enige probleem is dat het heel lastig is om tegen bedrijven te zeggen, je mag geen winst maken. Want het probleem is, een bedrijf, zeker in Amerika, die hebben de verplichting ten opzichte van hun aandeelhouders om zoveel mogelijk winst te maken binnen de wet. Dus die zijn wettelijk verplicht om zoveel mogelijk winst te maken. Dus die kunnen heel moeilijk uit zichzelf zeggen van wij willen de wereld, willen goed doen aan de wereld, we gaan eventjes je data niet gebruiken, want dan worden ze uit de markt geconcurreerd. Dus ik denk echt dat die wetgeving die moet vanuit de overheid komen. En het is fijn dat bepaalde bedrijven zeg maar uit zichzelf goed willen doen, maar dan krijg je echt een vertrouwen, vind ik. En hopelijk komen er bijvoorbeeld bedrijven die in die markt kunnen springen. Als er maar genoeg behoefte is van mensen om voor privacy, dan krijgen dus andere bedrijven die dat alles encrypten. Of die krijgen zelf een beweging, maar ook weer winst gedreven. Want anders raken ze hun provisie kwijt. Hebben we nog een publieksvraag? Ziet even hier een alternatief verdienmodel, waarbij dit soort applicaties gratis blijven, maar ze blijven toch maar winst kunnen maken? Nou, wat ik zelf eigenlijk vind is dat het idee van wie de data is moet om. Dus ik denk eigenlijk ten eerste is transparantie super belangrijk. Dus eigenlijk wil ik het liefst, net als bij wat we nu bij ziekenhuizen hebben, is dat jouw patiëntendata, die komt gewoon op een portal te staan. Dat is een stukje dus van jou. En jij kan toestemming geven wie er allemaal gebruik mag maken van die data. Dat is natuurlijk je dokter, want je wil graag dat je dokter aan jou kan behandelen. Misschien ook voor ziekenhuizen onderzoeken te doen, maar misschien dat jij ook toestemming wil geven aan een bedrijf om winst te maken daarmee. Maar misschien dat je daar iets voor terugvraagt, zoals ik wil geld hebben op het moment dat jij winst maakt met mijn data, dan wil ik daar een stukje van de taart van hebben. Maar dan wordt die uitwisseling tenminste heel erg duidelijk. Die is gewoon niet transparant. Maar ik denk dus wel degelijk dat er winst gemaakt kan worden en dat is ook prima als het maar duidelijk is wat er allemaal gedaan wordt met die data. Maar het lijkt mij op dit moment vrij duidelijk. Wij geven onze privacy op en zij verdienen eraan. Dus dat is dus een transparant als het maar kan. Ja, maar ik denk alleen niet precies dat je weet hoeveel privacy je opgeeft. Dat ten eerste. Dus met andere woorden, je weet niet zo goed wat er allemaal met die data gebeurt achter de. Wanneer het enkel binnen is gezogen, dan weet jij niet wat er allemaal gebeurt. En volgens mij hebben wij ook geen goed beeld van wat er allemaal mis kan gaan
als al die data maar overal ligt. Want dat is eigenlijk het idee achter zeggen van ik heb niks te verbergen, dus je mag allemaal data hebben. Dan heb je niet zo'n goed idee wat er allemaal mis kan gaan. En misschien dat we daar meer over moeten praten met elkaar. Wat zijn de horror scenario's als het ware? Er zijn eigenlijk twee manieren waar denk ik op wat te doen. Eentje is echt security. Kees de Laat staat hier achter, die zou hier ook moeten zitten eigenlijk. Die houdt zich echt bezig met data security. En wil eigenlijk zorgen dat niemand toegang krijgt tot bepaalde data. Even een groot slot opzetten. Maar er is een andere manier. En dat is namelijk dat je als je data gebruikt, bijvoorbeeld als ik een vraag stel aan een database, dat kan zijn van welke ziekte heeft Klaas. Nou, daar moet ik geen antwoord op kunnen geven, want dat schendt de privacy van Klaas. Maar als ik de vraag stel, hoeveel mensen in Nederland hebben kanker? Ja, als ik daar een antwoord geef, dan schaadt dat niet de privacy van een individu. Dan kan je het op zo'n manier, dat je kan op vragen, kan je dus antwoord geven. En hoe gevoeliger de vraag is, dan kan je het antwoord verruizen. Dus er ruis aan toevoegen, zodat je nooit kan achterhalen wat nou eigenlijk voor een bepaald individu de waarde waren. Ik wou even opmerken dat ongeveer 5 jaar geleden Matthijs Koper zich heeft geproduceerd op eigen boek, waar hij gekeken heeft naar als je data van verschillende bronnen bij elkaar legt, hoe jouw privacy afneemt. Dus ik wacht op de punt dat zijn. Dat is top. Dat heb ik gerezen. Ik denk dat zelfs met toevoegen van ruis enzovoort, als je maar uit voldoende bronnen partiële data over iemand krijgt, dan kan je op een gegeven moment iemand heridentificeren. Daar wil ik een antwoord op geven. Mijn antwoord is een beetje technisch, maar er is een framework, dat heet Differential Privacy, daar heb je misschien al van gehoord. Maar wat dat zegt is dat zelfs als je met willekeurig welk andere data tegen de huidige dataset aanzet, dan kan je nog altijd maar een kleine hoeveelheid informatie over een individu terug identificeren. Dus zelfs in dat scenario, wat een bekend scenario is natuurlijk, want gewoon anonimiseren werkt vaak niet met andere datasets. Maar als je het op een wiskundig goed gefundeerde manier doet, zoals met differential privacy, dan krijg je het inderdaad voor elkaar om een beperking om te garanderen dat er maar een hele beperkte hoeveelheid informatie kan weglekken uit die data. Dus als je al een heleboel wist over iemand, ja, dan weet je dat uit die andere dataset, maar dan leer je uit deze nieuwe dataset maar een heel klein beetje extra. Dat kan je garanderen. Wat wij deden was net van de andere kant. Je hebt verschillende bronnen met informatie, maar de groep van mensen die voldoende de combinatie van informatie wordt steeds. En dus in dat geval. We kunnen het later nog over hebben, het wordt een beetje technische discussie. Dank u wel. Goed, nog heel even terug over het algoritme. Misschien voeg je dan een luidstoel aan de data, waardoor je zeg maar zo ver geëxtraheerd hebt dat je niet meer het individu eruit kan halen. Heb ik goed begrepen? Ja, wat je niet uit kan halen is informatie over een individu. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, nou hier is een voorbeeld, stel dat je 5 mogelijke antwoorden hebt. Ik stel een vraag van, even goed nadenken, hoeveel, heeft in Amsterdam, wat zijn de 5 meest voorkomende ziekten in Amsterdam? Nou, daar heb ik misschien 5 mogelijkheden. Nou, als ik nou, Amsterdam is vrij groot, dus daar kan ik veilig een antwoord geven. Maar als ik nou in een heel klein stadje woon met maar 10 mensen, en ik ga daar die 5 antwoorden geven, dan weet ik dat een van die mensen
waarschijnlijk die ziekte heeft. En dan, dat is dan gevoelig. Dus wat ik dan kan zeggen is, ik gooi een muntje op. Met een kans van een half geef ik het goede antwoord. En met een kans van een half geef ik een random antwoord uit het rijtje van 5. En als je het op die manier doet, en die persoon die het antwoord krijgt, die weet dat het antwoord zo gegeven is, dan kan je beperken hoeveel informatie je over een individu uit het kleine stadje kan ophalen. Misschien nog even advocaat van de duivel spelen in deze. Dus hoe garandeer je nou dat een AIVD, als we die even als partij nemen, dat die algoritmes gebruikt waar die ruis in zit? Ja, dat moet natuurlijk via wetgeving. Hè. Dus op het moment dat je dus als... kijk, als de AIVD die moet, als die een model leert op data, en het feit dat die data al niet achter een muur zit, is al een probleem. Want die data ligt al bij de AIVD. Maar je kan je dus voorstellen dat als ik een ziekenhuis ben en ik heb een database, dat ik daar een soort van firewall omheen bouw. En dat ik dus elke keer als iemand mij een vraag stelt, inclusief de AIVD, dat ik dan elke keer als ik een antwoord geef, genoeg ruis toevoeg, zodat niemand wat kan leren over een individu. En dat is best subtiel, want hoe meer vragen je stelt, hoe meer je kan leren, ook als je ruis toevoegt. Dus je moet ook weten wie de vraag gesteld heeft. En op een gegeven moment moet je concluderen, er zijn zoveel vragen gesteld in deze database. Nou is het afgelopen, dan kan er geen vraag meer worden gesteld. Oké, kan je op individuele basis ook wat doen om bijvoorbeeld zelf ruis in het systeem te stoppen, om jezelf te analyseren? Of is er een mogelijkheid om in ieder geval jezelf expres anoniemer te maken of minder bruikbaar? Dus dat je wel nog van alle dataservices gebruik kan maken, maar dat je niet je goede data geeft. Bijvoorbeeld iets maken wat standaard op alle verschillende dingen klikt. Of zomaar wel of niet contact maken met die dingen. Ik vind het een hele goede vraag. Ik denk dat je dat heel goed kan beantwoorden. Een van de dingen wat heel vaak een heel belangrijk element in data science is, is de trust die je hebt in degene die de data levert. Als jij op jouw Facebook-account je verkeerde leeftijd doet, dat er al kinderen bijvoorbeeld doen die nog via te jong waren om Facebook te gaan gebruiken. Alleen al het simpele feit dat je naar de foto's kijkt en ziet dat daar een persoon staat van 12, dan kan je al gaan concluderen dat het leuk dat de ruis ingekomen is, maar dan klopt jouw data ook niet. Als jij ruis gaat toevoegen aan elementen van het bevolkingsregister, als je dat persoonlijk doet, dat mag niet. Dus dat is een misdaad, als jij verkeerde leeftijd daarop geeft. Dus als je de juiste bronnen bij elkaar zoekt en daar de juiste trust in hebt, en je weet welke je moet vertrouwen, kan je in principe die informatie nog steeds vinden. Dus je moet wel degelijk meer doen dan alleen maar zelf die ruis toevoegen. Want dan blijkt dat die informatie nog steeds beter beschikbaar kan zijn. Kan je wel even concluderen dat dat je zelf eigenlijk niet kan winnen van de hele slimme data wetenschappers, zeker als je niet meer interessant hebt. Ja. Hoe kunnen we dan nog de verantwoordelijkheid bij individuen leggen als je geen bewuste beslissingen kan maken? Heel goede vraag. Ik vind dat er zit een gat in de markt wat mij betreft. Dus ik denk dat als computer scientist wat je eigenlijk moet maken is een app die monitort hoeveel data wordt weggestuurd, bijvoorbeeld je GPS. En als jij op die app drukt en zegt ik wil al mijn GPS uit, dat hij dan alle apps afstruint en zegt van alle GPS wordt nu geblokkeerd. Dus je kan wel degelijk voortgang maken en ik denk dat zo'n app heel populair zou worden. Dus ik zou zeggen ontwikkelen. Dan kan je rijk worden. Maar ik denk dat daar nog een tweede aspect speelt. Dat is een discussie die al heel lang loopt. Als je dus zelf je eigen data zou beheren, kan je dan ook alle data weggooien. En dat is eigenlijk wat je wil. Jij wil als een bedrijf jouw data gebruiken op de manier die je eigenlijk niet wil. Wil je in staat gesteld worden om dan die data weg te nemen. En dat kan op dit moment niet. Daar is geen manier om dat eenvoudig te doen. Thank you.
geven dus allerlei data aan mijn grote bedrijven. En ik heb heel veel gevaren met zich mee. En als jij dan een algoritme wat gebeurt, om deel van die data weg te nemen, om het wat veiliger te maken, maar daarmee neem ik een deel van de verdienmodel van die bedrijven weg. Wat is er eigenlijk mis met better safe than sorry? We zeggen, we doen het gewoon niet meer. Grote bedrijven, geen data misbruiken of gebruiken. En de betaling maken voor deze dingen. Misschien kost het 10 cent per persoon. Dat is niks mis mee, zou ik zeggen. Nou, nee, de keuze zou ik met bedrijven doen. Ja, oké. Okay. Ja, nee, daar ben ik niet mee eens. Dus Max noemde net al het voorbeeld van verzekeringsmaatschappijen. Dus stel even dat verzekeringsmaatschappijen iets meer over jou weten. Ben ik bijvoorbeeld als niet roker, zou ik heel blij zijn als zij kunnen identificeren dat iemand rookt. En dus een hogere premie moet betalen, waardoor ik minder ga betalen. Dus het is niet allemaal negatief. Het is niet allemaal negatief. We zijn hier heel sterk nu aan van wat kunnen de bedrijven in negatieve zin gebruiken. Data wordt ook een hele positieve manier gebruikt. Maar ik wil niet dat ik aanvinken op de website. En gewoon met de vertrouwen van natuurlijk. En volgens mij maak je dan ook weer de laatste sociale klasse die helemaal van meer rood. Ik zeg dat dat een eenvoudig antwoord is, maar het is niet zo dat het alleen maar in negatieve zin gebruikt wordt, dat het bedrijf het alleen maar doet om zelf er beter van te worden. In een hoop gevallen kan het ook zijn, even de verzekeringen meenemen, waar de verzekeringsmaatschappijen nu heel vaak naar kijken, aan willen kijken, laat ik het zo zeggen. Is dat een hoop mensen foto's van een ongeluk opsturen, van een ongeluk wat helemaal niet van hunzelf is. Het blijkt namelijk dat ze gewoon heel vaak precies dezelfde foto krijgen. Dus diezelfde auto zou in 20 ongelukken een rol zijn geweest. Daardoor gaan de verzekeringspremies omhoog. Als je dat soort fraude kan tegengaan, dan kan de verzekeringspremie naar beneden. Oké, we gaan even door. Dus in de gezondheidszorg als onderzoeker is het erg lastig om aan een grote dataset te komen. En ik ben ervan overtuigd dat in de gezondheidszorg, als de hoeveelheid data toeneemt, dat de gezondheidszorg enorm verbeterd kan worden. Je zijn nu al op een ritme dat als je ze traint op een paar honderdduizend plaatjes, bijvoorbeeld van MRI-scans of van huidproblemen, dat ze al beter werken dan dermatologen of andere doktoren. Dus er zit enorm veel potentie. Het probleem is om toegang te krijgen tot die 100.000 plaatjes, dat lukt gewoon niet. Je krijgt er hooguit misschien een 1.000 en dan moet je het daarmee doen. Dus ik denk dat, ik wil niet zeggen dat de wetgeving soepel moet worden voor bedrijven om maar daarmee te doen wat ze willen, maar ik denk dat voor onderzoekers dat het remt de vooruitgang wel enorm en dat kost ook levens. Hoe sneller we het voor elkaar krijgen om dit goed te doen, hoe sneller die ontwikkelingen gaan, hoe meer levens we kunnen redden. Dus daar ben ik vrij, ik vind het heel belangrijk dat wij als onderzoekers meer toegang zouden kunnen krijgen tot die gezondheidsgegevens. Natuurlijk onder strikte voorwaarden. Dat is belangrijk. Ja, dus dat wil ik ook even aan toevoegen dat binnen het Informatica Instituut hebben wij een ethische commissie. En alle projecten die nu ons langskomen, die van start worden, waar mogelijk privacy-achtige problemen zijn, ethische problemen zijn, die worden eerst getoetst en bekeken van, zijn we hier nog wel zeker van dat de informatie op de juiste manier gebruikt wordt. Dus wij nemen dat heel serieus, maar dat kan belangrijk onderwerp.
ook zien dat ik een niks maak. Ik mag heel snel hier komen, maar dan gaan we ondertussen vast. Laatste vraag. Ja, er wordt heel veel gesproken over het controleren van bedrijven. Ook omgaan met gegevens, maar het controleren eigenlijk overheden. Van straks in de Verenigde Staten. En dan zijn we gewoon naar bedrijven toe gaan. En dan zeggen van, wij hebben deze data nodig. Maar je mag ook niet zeggen dat je deze data hebt gegeven. Anders word je aangeklaagd voor staatsveiligheid of zo. Maar wat ik toevallig ook zag, is dat het AIVD in bepaalde gevallen tegen burgers die zeggen dat ze volk willen. Waarom kunnen we niet zowel voor bedrijven als voor de overheid het instellen met een soort van factuur komen van wat de data zelf hebben verzameld? Bij elk bedrijf kan je kijken welke producten je hebt gekregen en waarvoor je betaalt. Waarom kunnen we niet zelfs met data? Want elke maand moet er een factuur liggen met. Ik vind de reactie van de sprekers. Het is transparantie. Je wilt transparantie in principe. Nou, daar ben ik helemaal voor. Meer transparantie. De eerste vraag ging over wie controleert de overheid. Maar is de commissie toezicht persoonsgegevens. En natuurlijk is het ook de Tweede Kamer die de AIVD controleert. Dus er zijn wel van dat soort commissies die controleren. Super. Marcel, nog een laatste reactie? Even inzicht. Ik kan het alleen maar helemaal eens zijn. Oké, super hard. Bedankt voor uw komst en voor dit interessante uur. Met open de tijd en veel mensen moeten naar les gaan we nu afsluiten. De volgende bij de repetitie zal een quiz zijn. Hierbij kunnen de studenten ben ik deelnemen, maar zal ook de kastjes hebben om te stemmen. Vraag voor de stem waar ik nog gestolen heb. Superleuk. Behoed en gelukkig, zorg dat je erbij bent. De wet op ons. Verder willen jullie de graag altijd delen dat bijna het referendum in plaats vindt op de UvA. Jullie kunnen stemmen tussen 23 november en 11 december. Dat is belangrijk. En en er is vanavond nog 5:25. Zoals ik al ben, daar ben ik op was, maar wel heel interessant. Over de taal van de wiskunde. En hartelijk dank voor jullie komst.